Bij astrologie wordt er van uitgegaan dat de stand van de zon en de maan en de sterren op het moment van je geboorte, plus de plek waar je je op aarde op dat moment bevindt, volledig je karakter bepalen. Het is een duiding van jou als microcosmos, zo boven, zo beneden. Hersencellen die zien er hetzelfde uit als clusters van melkwegstelsels in het heelal. En de geboorte van een cel, hetzelfde als de dood van een ster. En de structuur van het menselijk oog vinden we ook in het universum. Hoe het heelal er op het moment van jouw geboorte uitzag, zo ziet jouw microcosmos er ook uit. En dan aangevuld met allerlei krachtlijnstructuren van gebeurtenissen, ook uit zogenaamde vorige levens. En dus de huidige positie van deze hemellichamen, die zouden ook dan iets kunnen voorspellen over je toekomst. Het is als een neurologisch pad waarbinnen je voor je gevoel natuurlijk opereert. En dus dat is eigenlijk alleen maar gestuurd door externe factoren. En die bepalen waar ik me prettig bij voel en die bepalen ook hoe ik handel. Maar waar ben ik in dat verhaal? En waar is mijn vrijheid? Nou, dat ga ik eens even van binnen bekijken. Ja, mijn horoscoop is eigenlijk mijn ultieme gevangenis. Ik ben daar echt klaar mee. En er kunnen prachtige dingen in staan. Een goede horoscoop die duidt ook echt wel wat mijn natuurlijke neigingen zijn. Maar ik ben veel meer dan dat. En het maakt ook niet uit of het nou gaat om een westerse, een Chinese, een Maya of een andere exotische horoscoop of een naamanalyse. Het beschrijft gewoon mijn persoonlijke gevangenis. Ik kan mij van het gehele spectrum bedienen. En dus op zijn best geeft astrologie een kijkje in hoe de wind in de matrix waait. Met de forus zie ik mijn lichaam als een schip op zee, overgeleverd aan de elementen van de wind die de matrix waait. Maar de kapitein is mijn oorspronkelijke zelf als zeiler. En daarmee bepaal ik als intergalactisch mens, los van alle horoscopen, hoe ik mijn zeil zet en bepaal ik mijn eigen koers. Tegen de wind invaren kan heel lastig zijn en onnatuurlijk voelen, maar het is wel mogelijk en ik neem graag de vrijheid om dat te doen als ik dat zou willen. In de kwantumfysica is elk moment een implosie van alle mogelijkheden tot de ene werkelijkheid die je op dat moment ervaart. Dat is de neurologische imprint die horoscopen meegeven. Die snoepen bij voorbaat al heel wat van die mogelijkheden af. Nou ja, dat is ook de reden waarom ik de Dreamspel Maya kalender van de website heb gehaald. Ja, en persoonlijk? Ja, persoonlijk heb ik de fuck it point wel bereikt met die gestuurde wil. Een lief mens dat ik ken, die stak om deze reden laatst haar horoscoop in de brand. En het gaf haar een enorm bevrijdend gevoel. En dat lijkt me een uitstekend idee. En ik laat de gestuurde wil ook graag door vrijheidsvuur verteren. In het Groninger Sterrenbos geef ik door het vrijheidsvuur mijn horoscoop weer aan de sterren en pak ik mijn eigen vrijheid terug. En dus dankjewel Benjamin, Lily, Manuela en Pauline voor al het werk om mijn horoscoop goed te trekken. Ik heb het enorm gewaardeerd, heeft me ook houvast gegeven en troost. En nu laat ik het heel graag los. Leuk dat je kijkt. Ik zie je graag aan de andere vrije kant.